In één weekend tijd zijn er 4 overvallen gepleegd in Tilburg en de politie is op zoek naar tips die kunnen leiden tot het aanhouden van de daders. Op de Reeshofdijk werd een 52-jarige man zaterdagavond afgesneden nadat hij werd ingehaald door een man op een fiets. De man eiste geld. De Tilburger was hier niet van gediend en schudde de man af. Dezelfde avond was het nog een keer raak op de Reeshofdijk. In de nacht werd een 14-jarige jongen door een klap tegen zijn hoofd tegen de grond gewerkt. Het slachtoffer raakte even buiten bewustzijn. Toen hij weer bij kennis kwam, bleken zijn fiets en mobiel te zijn gestolen. En niet alleen op de Reeshofdijk was het raak. Ook op de Alleenhouderstraat, ter hoogte van het viaduct met de ringbaan West, werd een man bestolen van zijn rugzak. Hij werd tot stoppen gedwongen door 3 mannen en bedreigd met een mes. Hij wist te ontkomen, maar moest zijn rugzak achterlaten. Ten slotte werd op zondagavond in de Rijnenvaartstraat ook iemand overvallen. De dader, een getinte man van rond de 30, werd door gealarmeerde eenheden gezocht, maar niet gevonden. Alle slachtoffers hebben aangifte gedaan. De politie onderzoekt de zaken.